kijkt naar een nieuwe video. Vandaag een video met het thema dinosaurus. Het is natuurlijk een thema wat jullie hier vaker voorbij zien komen. En dat komt omdat mijn jongste zoontje een enorme dino-fan is. Dus ja, het vormt een beetje de rode draad door mijn leven op dit moment. Ik weet alles van T-Rexen, brachiosaurussen, noem maar op. Wat ik vandaag ga maken is een surprise-ei in dinosaurus-thema. En dan niet van chocola of zo, maar van klei. Het is namelijk super leuk als je zo'n surprise ei maakt, want je kunt er daarna ontzettend leuk mee spelen en het iedere keer weer in elkaar zetten. Een super leuk cadeautje voor je kind, maar ook bijvoorbeeld als je op vakantie gaat en je bent onderweg om te geven, dan hebben ze gewoon hun eigen kleine speelmaterialen bij de hand, van klei en noem maar op. Ik zal je laten zien wat ik bedoel, we gaan lekker aan de slag. Nou, wat ik als basis heb is een plastic leeg ei. Mocht je deze willen kopen, dan zal ik even een linkje daarop nemen met de verkoopinformatie. Je kunt ook dat kleine mini plastic eitje gebruiken wat in de echte surprise eieren zit. Die is alleen iets kleiner en daar past daarom wat minder in, dus vandaar dat ik deze heb genomen. Nou, dit is het hart van mijn ei. Hier gaat de verrassing in. Niet zeggen dus. Wat ik heb gedaan, ik heb wat steentjes buiten gevonden, die stop ik erin. Ik heb gewoon van alles en nog wat bij elkaar verzameld waarvan ik dacht van nou, dat is leuk om mee te spelen. En dat ga ik in dit ei stoppen. Even kijken, deze past die er eigenlijk wel in? Misschien met een beetje prop ook. Ik heb er twee. Deze. Ja hoor. En ik heb ook wat plastic dinosaurussen. Raar, die heb ik gevonden. Oh, nog een steentje. Nou, die stop ik hier zo allemaal in. Zo. Kijken hoeveel ik erin zal doen. Deze groene er nog bij. Nou, dat is wel een leuk setje zo. Kijken of hij dicht past. Yes, dat gaat nog prima. Bewaar ik deze straks voor een ander ei. Nou, wat ik met dit ei ga doen is het inpakken in klei. Ik heb daarvoor klei van Creal. Die vind ik namelijk zelf heel fijn. Die is lekker zacht. Soepel en die droogt niet zo snel uit. Dus je krijgt niet zo snel dat het zo korrelig wordt. En dat gebeurt nog wel eens met klei als er heel veel mee wordt gespeeld. En dat is bij mij thuis het geval. Nou, ik heb gekozen voor groen. Je kunt natuurlijk iedere willekeurige kleur kiezen. En dit ga ik even een klein beetje uitrollen. Zo. Nou, dat hoeft niet zo heel erg netjes, want wat ik nu ga doen is mijn ei inrollen in deze platgerolde klei. En daarna ga ik de rest gewoon met mijn handen vormen. Zo. Kijk. Mijn ei is ingepakt. De rest ga ik er zo lekker omheen vouwen. Zo. Nou, hij hoeft natuurlijk helemaal niet spik en span of super glad, want een dinosaurus-ei is dat natuurlijk ook niet. Ik vind hem zo mooi. Wat ik nu ga doen, ik ga hem in een zakje stoppen. En die ga ik dan met een lintje dichtmaken. Even kijken of dit zakje eigenlijk wel past. Anders moet ik even een van mijn andere zakjes pakken. Het is natuurlijk best een bonk geworden. Ja hoor, dat gaat. Pas precies. Zo. Nou, mijn dino-ei. Die ga ik zo even met een lintje dichtknopen. Zo. Nou, misschien moet ik straks die lintjes nog een klein beetje meer laten krullen. Maar mijn surprise-ei is klaar om te geven. Superleuk dus, wat ik al zei, als onderweg cadeautje. Maar ook bijvoorbeeld als je een dinosauruspartijtje of iets dergelijks organiseert. En je wil graag een aandenken meegeven aan de kinderen naar huis. Nou, wat kunnen ze hier nou mee doen? Ik zet deze even opzij. Je moet je voorstellen, ze krijgen zo'n ei. Die klei die zit daar omheen. Dit is even mijn klei. En als ze die dan uitpakken en het surprise-ei openmaken, dan vinden ze daarin al die dino's en die boompjes en die steentjes.
En daar kunnen ze gewoon hun eigen dinosauruslandschap mee creëren. Door bijvoorbeeld, hier zo'n stukje gras te maken. Daar prikken ze dan lekker die boompjes in. En met hun kleine dinootjes kunnen ze daar zo lekker op spelen. Nou, superleuk. Heel eenvoudig. En de krijger die vindt het een superleuke verrassing. Want die weet natuurlijk niet wat er in dat ei zit. Nou, ik weet zeker dat iedere dinosaurusfan heel graag zo'n surprise ei zou krijgen. Ik hoop dat jij het een leuk idee vond. Zo ja, geef deze video dan nog even een duim omhoog. En mocht je nou op zoek zijn naar meer leuke ideeën die je kunt doen met klei, check dan ook nog even het linkje daar. Want dan vind je leuke kleispelletjes, leuke kleivoorbeelden, etc. Nou, daar kun je je lol wel mee op in de vakantie. Mocht je nou geen video meer van ons willen missen, abonneer je dan ook nog even gratis op ons YouTube-kanaal. Dat kan via die knop. Dan zie ik je de volgende keer weer. Hoi!